Ik wel eens, Elske, je spreekt gepeperde taal. Dat is goed, dat is aantrekkelijk. Jij hebt het ook over balanstrutjes. Ja. Wat zijn balanstrutjes? Nou, dat zijn Nederlandse vrouwen die geen keuze willen maken. Er zijn heel veel vrouwen die zeggen tegen mij... is jouw leven in balans? Ja, dat is heel erg in balans, omdat ik keuzes maak. En een heleboel Nederlandse vrouwen die willen yoga... die willen een leuke dochter zijn, leuke moeder zijn... leuke vrouw zijn, leuke vriendin zijn, leuk koken... en dan ook nog een baantje. Ja, daar word je geen minister-president mee. Je zal toch een paar dingen moeten kiezen om te gaan excelleren. Dus balanstrutjes, die hebben we, daar zijn er veel van, maar die worden het nooit? Die worden het nooit. En die nemen dat mij ook niet in dank af. Dat nee. Ik dat roep. Maar ik denk, hè, jij zegt nu, van, we hebben het er al 14 jaar over. Of tenminste jij. Ja, als het niet langer is. Het moet toch een beetje wat meer op scherp gezet worden. Ja. Ja, duidelijk. Even kijken naar de Academy. Dat is een dag, of in ieder geval we krijgen een indruk van wat er gebeurt als je zo'n week... Het is één keer per jaar, geloof ik, hè? Eén keer per jaar, het is een wasstraat eigenlijk waar je doorgaat. Een soort wasstraat? Ja. Okay. Of je wil of niet. Ja, of je wil of niet. Nou, we gaan even kijken. Goedemorgen. Jij moet even zeggen wat we... Ja, Maxima die kwam dus na een jaar dat de Academy bestond, kwam zij dus op bezoek. Om erkenning te geven aan het initiatief. Dat is vrij bijzonder. Ja, normaal doe ik dat een jaartje of 10 voordat zij dus zo'n erkenning geeft. Dus dat geeft ook wel aan wat voor kracht zij ziet in dit initiatief. Omdat ik eigenlijk om emancipatie van onderop zit. Hier zie je Mark Rutte. Ik was bij hem op de koffie en die zei tegen mij... nou, dat komt toch helemaal goed met die vrouwen, genoeg in het onderwijs? Ik zeg, nou, dat denk ik niet. Dus daarom ben ik met het klasje vorig jaar naar hem toegegaan... om te laten zien waar ze tegenaan lopen.